Ah! Wie heeft de prik mee geslagen? Nee, dit meen je niet. Nee, shit! Ja, dat is... Oh, jongens. En dan ga ik, doei! Nee! Dat gaat niet. Nee, hè? Bro! De test zit erop! Wat? Twee test! Nee, die moet ik nog niet doen! Dus, nou, goedemiddag allemaal, welkom terug bij Hardcore 2.0. Het is heel goed gegaan. Ja, we zijn nu dit keer met z'n zes in plaats van met z'n acht. In verband met, we hadden best wel moeite met opnemen. Aangezien dat we, oh, dit ziet er mooi uit. Wauw. Moet hier kijken, jongens. Ja? Dat is het hele veld zeker. Hier. Is dat trap? Nee, kom eens hier. Touw toch achter je, achter je. Hier kijk, joh. Ja, dat is heel groot. Cool. Ja, mooi. Wauw. Kapot. Nee! Nou, trauma, Marco. Dat deed je zelf dit keer, vriend. Dit is poging 2, omdat de eerste opnamesessie was heel erg leuk. Maar het ging nogal mis. Het einde was ook leuk. Het einde was helemaal leuk, ja. Dus op het einde van deze aflevering laat ik daar even wat scènes van zien. Als een bonus van dat het zo lang heeft geduurd. Dus dit kan een beetje een langere aflevering worden dan gemiddeld. Maar goed, ik ben er weer. Zelfde Play 20 en ik ben hier niet alleen. Ja, want ik ben er ook bij. Hallo. Yo. Alles nog. Lilo G, terug van weg geweest. Dus. En wie nog meer? Ik heb OG gehoord, ik heb totaal nog gehoord, maar... Ik zei, ik ben er ook. Ik ben blijkbaar, heb je maar wie ben jij dan? Maar wie ben jij? Ik ben Ben. En Marco en Erwin, yay! Oké, maar gaan we in de plains wonen? Ja, dat lijkt me wel. Het ziet er zo mooi uit. Is dat een goed plain? Wauw, het ziet er echt heel mooi uit. Dat is echt mooi, zeg. Mooi plekje. Nou jongens, genoeg. Zijn andere dingen die ook... Mooi. It was meant to be. Die creeper kwam van niks. Ik weet hoe Erwin zich voelt. Dank je. Nachtmerries. Waar gaan we het huis bouwen? Op de plains. De plain, baas. Plain. Ik moet een exacte locatie hebben. 3.7.8. Dan lopen we even die kant op. Nou, ik heb even wat hout. Want hout is goud. Ik was bezig. Hout. Nu niet meer! Hout is goud, iedereen loopt er al, joh. Ik ben heel eventjes hout aan het verzamelen, zodat we wel een beetje materiaal hebben voor een huis. Oh, kippen! Nee, mijn kip. Maar Touwler, ja? Wil je niet weten, heb je nog maar anderhalf aardje? Anderhalf aardje! Oh, hier zijn echt veel kippen. We gaan een bovenverdieping maken, Vincent. Oh, hier is wel wat gunstigs, volgens mij. Volgens mij zit een... Ja, een cave. Ja, maar laten we hier gaan wonen. Ik vind het een mooi... Touwler, ons huis moet wel een tweede verdieping hebben, vind ik. Waarom? Ik daarom. Boven, niemand komt. Oh, ja. Hey, konijntjes! Sterf! Hey, kijk, een Touwler! Sterf! Nou, ik vind het wel een mooie plek. Toch, ja. Marco? Zeg je wel. Prachtig, jongen. Zeg je ja, Marco. Zeg nee. En we kunnen nog genoeg bomen planten daar eventueel, dus... Ik kom er ook aan. We kunnen gelijk kippenfarm beginnen. Mooi, we komen eraan. Botertje! Is dit groot genoeg dit keer? Konijn, ga weg! Ik ben wel een villa, hè? Er is nog een jacuzzi. Is dit groot genoeg? Leuk hoedje. Hun dachten bij hun eigen echt zo van, kom, laten we stripmine gaan beginnen. We zitten in die stripmine en, ja, boom. Oh, dit is onze schuld, natuurlijk. Natuurlijk is het onze schuld. Dat zeg ik niet. Maar dat denk je wel. Oh! Ga uit mijn hoofd! Nooit.
Het is niet eng, het is niet eng. Ah! Ah! Jij hebt er ook een. En jij ook. Ga je weer mee, Erwin? De mijn in? Ja, tuurlijk, ja. Oh, wat is dit voor? Snel weer de mijn in? Ja, wacht even. Je hebt kool nodig. Ja, oké. Weet je wat, ik ga wel mee. Oh, dit is een hele mooie locatie. Doet me een beetje denken aan Hardcore 1.0. Oeh. Nee, ik heb je wat hout gegeven, Wilco. Dus... Wilco. Waarom moet ik dat hout? Wilco. Ja? Staat PvP aan? Niet doen! Waarom moet dat altijd weer gevraagd worden? Echt van heel wel. Hé, mag ik daar even mijn wraakmomentje op hebben? Ja, mag wel hoor. Wat is dan die mine? Oh ja. Oké, hier beneden. Hier is mine. Au. Oh, zo. Dit. Oh, we hebben al iron daar zo. Oh, beter. Heb jij al een stone pick? Nice. Waarom hebben we hier al die pompoenen? Pompoenenfestival? Maak er dan op zijn minst pumpkin lanterns van ofzo. Het is pompoenenfestival. Ja, je kent het toch wel? Eén keer in het jaar is pompoenenfestival. Ja. Oftewel This is Halloween. Oh ja, ze noemen het Halloween. Oh ja. Zeg dan nou niet hard dadelijk om Darkplay weer, en die wil ik deze serie niet erin hebben. Oké. Okay. Konijntje, weg. Laat dat konijntje rusten! Dat is mijn huisdiertje nou. Oh, oké. Okay, nog wat... Even hier, ik heb een hek. Hij moest nog wat dingen melden. Snel deur. Oh, laat ik aan! Kut. Kom weer gebruiken, sorry. Ik heb een deur, ja. Ik ook. Ik gebruik deze wel. Ja, Rip. En ja, deze serie is het weer de bedoeling om de witte te verslaan. En nee, er komen geen giveaways. En... Oh ja, de Wall of Comments komt wel. Ja. Dankjewel, Taule. Ja. Dat je op je bek sloeg. Waar is... Oh, daar ben je. Oh, er zit een bunny in het huis, Taule, en die laat je leven. Wat? Moet je dood? Oké. Okay. Wat, dood? Nee, Erwin, nee! Oh nee, Erwin! Weet je wat, we geven jou een reference naam naar Fiverr. Ja, dat is wel een leuk idee. Oké, je bent niet bruin, maar dat maakt niet uit. Ging Fiverr ook op een gegeven moment dood? Jij bent Fiverr, ja? Oh, we hebben nou echt een name tag nodig. Is die ook dood gegaan op een gegeven moment? Hè? Is die nou ook dood gegaan op een gegeven moment? Fiverr, nee. Oké. Okay. Tuurlijk niet. Hey! Ik heb 10 eieren, ik ga er nou zo'n kippenvorm kan ik ook bouwen. Jongens, ik ga er wel eventjes voor zorgen dat deze dan zeg maar zijn naamkaartje en dat wordt onze mascotte voor deze Let's Play. Dus daar ga ik wel heel eventjes voor zorgen. Dus we swappen heel eventjes snel richting, een ander beeld. En dan ga ik er wel eventjes voor zorgen dat Fiverr inderdaad zeg maar onze mascotte gaat worden. Vind ik een leuk idee. Dat is gewoon niet mijn beeld is. Ja, nou niet mijn beeld hè. Ja, nou is het dan jouw beeld. Nee, ga weg bij me! Ga weg! Ah! Leroy, blijf jij even bij Fiverr, dan ga ik even sorry dat er dus een nametag ritsen. Hi Fiverr. Nee. Teken twee spelers dood, Fiverr daar met zijn boek. Oh wat lief, dat neusje! Ai, hallo! Oké. Ik vind konijn echt awesome. I'm not saying anything. Gek op konijn. Denken jullie ook aan eten? Eten. Ja, get to the chopper! Ik heb crack nodig. Ik heb crack nodig. Wat? Nee, ik heb crack! Oh! Wat? Dat is ook raar. Hij is daar. Piper! Nee, oh shit, straks valt hij weg. Straks. Zo. Laat hem niet ontsnappen. Hallo! Laat haar niet ontsnappen. Hem. Het. Hem. Het. Hem. Pipe, nee, Pipe, gedraag je. Oeh, dat is niet. Nee, nee! Zo duw, je gooit de kip dan maar aan. Waarom heb je. Ah! Waarom? Omdat het meteen naar Het is nu de dierenboerderij. Ik wil weg hier. Laat me eruit! Dat kan niet! Nee. Jongens. Dan moet ik het maar op deze manier doen. Ja. Goed survivor? Ja. Ah, hij kan spinnen, ja. Oké. Okay. Nou, mooi. Dit even kapot maken. Voilà, gefixt! Ja, nou ik... Ik ga het eten. Ah, dat neusje! Neusje? Nou, we hebben wel een groter huis nodig.
Ja, ik ben er bezig. Ja, ik ga er ook aan werken. Dat probleem hebben we altijd al groot rijden. Volgens mij begint het een klein beetje donker te worden. Oh, als het maar een klein beetje is. Doe hem de gluten. Klein iets te maal. Vind ik wel leuk dat we nou een mascotte hebben. Ja. Ja. Zijn we verder nog meer updates vergeten door te geven? Waarom we met zessen zijn. Ja, dat hebben we al gezegd. De anderen die konden niet opnemen in het weekend en daardoor zaten we helemaal vast. En dan was het maar met z'n zessen. Dus ter nagedachtenis van Shawnee en Gregory. Want Gregory was eigenlijk gepland zeg maar, om bij de volgende hardcore serie te zitten. Maar die had heel veel evenementen en dat kon helaas dus niet meedoen. Ja. Waarom doe je hem dicht? We moeten hem groter maken. Woord. Oh, ja. Sorry. Ja, maar ik ben deze weer openmaken hoor. Oh nee, Blob! Heeft hardware. Tam tam tam. Sorry, ik heb een vlees nodig. Kom terug. Zo, dat is beter. Anders zie ik niks. Andere konijntjes mogen wel dood, toch? Zo. Ja, gewoon, ik heb eten nodig. Ja, ik heb ook eten nodig. Er is toch genoeg kip hier om de buurt? Ja, ja oké, maar als ik een konijn zie, heb ik, dat geeft ook vlees, toch? Hoe durf je? Ja, het maakt me laat, het aan de laat het aan de kijkers over. Wat zeggen jullie kijkertjes? Ja, dan hebben we over twee... Over... Dan hebben we volgende twee weken, drie weken. Dan hebben we eindelijk pas eten, ja. Ja. Schapen! En dan heb je tenminste iets om te eten. Nee, het is een resource van het spel, dus dat hoort er gewoon bij, jongens. Kom op. Ja. We hebben vijver. Ja, vijver is dat niet erg, want dat zijn hele gemene konijnen, want die hebben vijver gepest. Ja. Oh, creeper, creeper. Ga weg. Is het pijpen weer de grond hebben? Ja, hier, alsjeblieft. Nou, de farm staat er. Nice. Mooi. Natuurlijk krijgen we eenmalig een easter egg. Hebben we nou ergens in beeld natuurlijk gehad van tot er zo'n tekstballonnetje in komt. Maar dat gaat geen gimmick worden, want dit is al genoeg editwerk. Oké. Okay. Ik ben in het veld aan het rennen. Ja, in mijn Terraria-serie had je een gimmick dat je dan zeg maar de foto van Fiverr zat. En die zat dan zeg maar tegen ons te praten met tekst. Aha. Dus, maar dat is, nou ja, misschien. Ligt eraan hoeveel dat ik tijd heb met editen. Ik bedoel, vergeet niet, ik heb vier beelden waar ik mee moet werken ook nog eens een keer, hè. En de doodshoofdjes die zijn weer terug. En, Dan wordt weer... Dat wordt weer hartstikke gezellig. Ik wil gezelschap voor de bunny. Oh. Misschien... Oh, zombie met zwaard! Zombie met zwaard! Zombie, wat voor zwaard? Wat? Oh! Is hij beter dan mijn zwaard? Nee, Marco! Mark, heb jij zo'n zwaard nu? Nee, maar oh shit, er komen er drie. Oké. Okay. Oh, nou ja. What can I do there? Oh, ik dat beest op afkomen. We missen iemand. We zijn weer met z'n vier hier. We hebben een blob. Waar is het? Ze zitten weer onder hout. Wiep hout. Ze zijn veilig hier. Wiep hout. Ik heb hout. Ik heb hout. Geef me drie hout. Alsjeblieft. Ik geef je er acht. Ja, oké. Okay. Iedereen kotst het gelijk uit. Ja, je vindt het lekker, het grond. Oké, okay, jongens. Good night, everybody. Nee, dit is een monster, Nibi. Nibi. Ik bedoel nearby. Dames en heren, jongens en meisjes, dit is een monster, Nibi. Ik heb een carrot, zal ik hem opeten of zullen we op mij farmen? Nee, ik geef hem vijver. Geef hem een vijver. Mijn wortel, mijn! Heb ik hem? Staat PvP aan? Heb ik al uitgeprobeerd. Best het uit. Oh ja, dat is waar. Nee. Maar hoe maak ik cobblestone? Want ik heb best wel veel... God, hou dat eens weer op, joh. Cobblestone? Hier. Serieus, maak je ook alweer suiker? Van papier? He. Je maakt suiker van papier? Suiker van papier. Oké, sims ditje. Het is hier donker. Ja. Ik heb het koud, het is donker. Ik kan niet zeggen, maar dat... Nee. Doe het. Net zoals Dark Play is hard. Duister en zonder emoties. Maar ja, jij had hem ook maar niet, jij had mij maar niet 74 moeten noemen. Daar ligt het aan. Heel simpel. Dat is mijn schuld. Yep. Overal schuld van. Ja. Hij noemt jou ook toch papa? Nog één keer en ik ga naar buiten nu. Gaan, gaan. Oké. Oh, dat doe ik toch niet! Doe de deur dan. Ja. Maar die deur die staat toch verkeerd? Dan kan die nou zo gewoon zo zeg maar een creeper gewoon hier vast blijven staan. Hallo? Ik zie geen creeper. Oh! Meneer! Laat die mini zombie. Jongens, het lag. Wow. Hallo? Zombie!
tennissen met de zombie. Oh. Ik had nog 4,5 had je. Doe wat aan de deur. Daar we dan naar de deur klopt. Hart klopt. Zag het klopt. Daar we dan naar de deur klopt. Ja, we hebben twee mensen die buiten staan. Die kunnen ons helpen. Maar. Die doen. Ja. Dat zijn ze. Laten we die deur gewoon even dicht houden. Fiver, attack! Nee, dat kan je niet maken. Fiver, attack, doe het. Red ons. Zit binnen de zomeren. Hey, eigenlijk is het jammer dat ik nog geen vuuraanval kan doen, want dat is best effectief, denk ik. Je bent geen firebender. Nee, ik heb een idee. Kan je facepalm op... Nou, het zag er wel een beetje uit als facepalm. Ah, mooi. Ik kan ook mijn haar... Kijk, mijn haar kan ik doen. Je haar kan, hè? Ja, maar dat is waar zeker. Ja, ik... Zeg, maar hebben we helemaal niks van torches of zo dat we even... Hebben we kolen? Ja, ik heb heel veel stokjes. Maak wel even torches. Ja, ik maak er wel eentje. Hij is bang in donker. A torture in a day, we'll keep the creepers away. Yay! Is dat voor nou? Nou, thank you very much! Eén voor jou, één voor jou, en één voor jou. Nou, deze kant op. Jawel. Daar gaat die kant op. Ja. Ik volg je. Oh, ja. Oh, oh nee! Nee! Nee, 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 nee! Ik wil eten! Ik wil eten! Blijf slaan. Nee, rustig maar. Weet je wat ik deed? Ik deed dit, maar toen deed ik de deur open. Taal gebruik. Ik deed eten, maar ik was op de deur gemengd. Maar let wel even op je taalgebruik, dan moet ik ook weer censureren. Ik? Ja. Wat zei ik? Je zei het F-word. Oh. Okay. Je hebt er nog niet eens erg in. Nee, ik heb er geen erg in. Waar zijn die andere twee? Fiver. We hebben hier altijd de cameramannen staan, dus als er nou iets met hun gebeurt... Ja. That's it, I'm going home. Goodbye, bye. Ik wou hetzelfde wel. Laat wat! Zo. That is not the answer, my friend. Kan ik in ieder geval iets minen even? Maak jullie maar een ladder, kan je zo naar beneden klimmen. Zal ik een stukje zand naar beneden gooien? Ja, is goed. Ja, ik doe het echt hoor. Nou, doe maar. Ja, ik doe het. Weet zeker? Nee, niet doen. Doe maar. Niet doen. Doe het. Niet doen. Doe het dan, hè? Niet doen. Hey. Just do it. Doe maar, ik ga er toch niet van dood. Nice. Ga ik niet van dood van één stukje. Je mag het gooien, man. Gooi maar. Gooi dan. Plaats dan. Just do it. Ik weet zeker dat ik... Oh! Oh, heb ik dat overleefd, hè? Kom, we maken ze dood. Op het moment dat je het plaatst, dan plaats ik een dirtblokje. Yo, you damn it, say. Nou, wie gaat de deur openen? Als jij hier staat, ik hier. Oh, nee. Yeah, buddy boy. En deurtje dicht. Is veilig. Het is nou veilig. Denk ik. Is dat gewoon maar? Nee. Want ik zie buiten 3 creepers. Ja, maar die gaan toch niet weg als het dadelijk weer dag wordt en we moeten toch naar buiten toe. Zal ik ze even killen? Geen probleem. Oh, sorry. 2 creepers, 2 spinnen en een konijntje. Ja, maar spinnen die vallen ons niet aan overdag. Alleen als je in een grot zit. Ik zie inderdaad ook 2 creepers. Of als je ze zelf aan. Gonna be a problem. Gonna be a problem, boss. Oh yeah. Ik blijf hier gewoon. Ik blijf waar zijn ze? Staan. Niemand komt hier. Ik ga even naar een blob toe. Want, hier beneden. Ja, wacht even. En een blob, waar zijn jullie? Beneden. Ga met je mee. Waar is die cave van? Het wordt dag! Riepen van rechts. Waar is de. Achter je, Wilco! Ah, niks aan de hand. Jongens, ik wil niet dezelfde blunder als die we in de proefperiode hadden gedaan. Nee, dat komt goed. Ik heb een body systeem ontwikkeld. Vergeet niet, jongens, naar deze aflevering scènes van de eerste opname attempt. Hij zit je mijn iron theater. Wacht even hoor. Ik pak nog. De zon komt op! Yeah. Ik heb hier nog ik deel sowieso voor het tijd om te gaan. Ik heb het 3 gepakt. Oh nee. Wat nee? Nog een super. Yeah. Oh, dan niet. Oh, één hartje! Doe de deur open! 3? Je weet al hoe je deur open. Anderhalf hartje, 2 hartjes. Ik heb niet alles. Wat begin het nu al, jongens? Ik heb snel 8, hit het al. Ja, ik heb het ook niet. Oh, hij miste daarmee. Ik heb echt snel armor nodig. Ja. We hebben allemaal! Heb je nog eentje voor me? Wow, dude, ik was echt bijna dood. Oh, die creeper kijkt me aan met zijn vuile glimlach. Eén voor jou.
Oké, het is dark, dus de zombies die verbranden nu mooi. Ja, ik zie er verderop al eentje branden op de heuvel. Oh nee, dat is een skeleton. Ja, ik zie daar wel een creeper die naar ons huis loopt. Ja, en daar in het meertje zit er nog een. Moet ik ze afleiden? Nog één. Ja, ik zie een creeper. Ja, ik ga hem proberen te pakken. Strength, dat is ook wel handig. Twee creepers, pas op. Ik heb hier een grot, Erwin. Een grot, yo. Double hit. Oh, nice. Kijk of pijlen kan... Hebbes! Mooi. Nog eentje. Ik pak hem. Kijk, geniet nog weer. Koppelstoon blijft. Als een pro! Fashionable. Pro hunter, oké. Er staat daar ook nog een skeleton, dus Ik ga het huis even uitbreiden. Ik ga heel even op mijn steen, want dan kan ik even stenen tools maken. Want ik zit nog steeds met Zelda stijl houten zwaardje. Ik heb hout nodig. Ja, ik ook. Zullen wij hout verzamelen? Yes! Oké. Okay. Ik ga even naar die berg op steen. Waar gaan we naartoe? Naar bomen, daar. We gaan naartoe naar bomen. Bomen. Ja, boom. Boom, hout, hout. Daar. Maar Taulen, dat ging dus bijna mis, hè? Ja, klopt. Ja, sorry. Sorry? Hier. Ja. Sorry, kopen we niks mee. Waarom moet je altijd iets kunnen kopen ermee? Nou. In deze maatschappij. Hé, dit. Waarom moet je erop kijken om meer? Ik heb zo'n chestplate blok. We kijken van de positie. Die hebben we nog nodig. Ik ben niet dood gegaan. Pak even snel voor je. Ja, helaas. Wauw. Geintje. Ah, nee, dat was pittig rude. Nee. Beter, hè? Ja, maar het kan nog slechter. Nee. Beter, hè? Beter? Nog iets beter, hè? Nee. 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 Dat was gelijk. Beter. Hoort erbij. Beter, hè? Ja, beter. Beter! Beter dan, hè? Beter. Nee. Ik snap hem wel van jou, maar... Ja, nee. Beter, hè? Oké, nou. Nou, ik denk dat hey, Queen! Ik heb wel genoeg. Hier trouwens... Hey, we wachten nog. Iron hakken met een... Yes, we kunnen weer. Pickaxe. Nee. Daar. Klopt. Iron met een wooden? Nee. Deze kant. Oh. Okay. Dat kan niet met een wooden. Dat kan wel, maar dan krijg ik even reference naar de ouwe. Viel je weer. Ja, ouw, sorry. Waar is dat nou bijna een jaar geleden? Ik weet niet. It's almost a year ago since I saw you last time. Hoe lang geleden is? Dat gaan we checken. Goed, dames en heren. Oké, dan gaan we de zijkant slopen en de achterkant. Ja, maar kijk wel uit dat je vijver niet... Zou jouw achterkant eens lopen? Want hier zit vijver, dus... Kippie! Hier heb je allemaal Matthijsjes, allemaal kleine skipkips. Dus dan moet je wel even uitkijken. Oh, ik heb honger. Hoewa! Ja. Dan breken we tot en met hier. Jij! Ik heb voedsel nodig! Je spreekt gepest, hoe durf jij? Ik ga sterven. Nee, ga je sterven? Nee. Oh, wacht daar. Ja, ik bedoel, er is weinig eten. Wel eerlijk. Ik ga sterven. Zo, dat is wel heel leg ik eentje terug voor de noodgevallen. Guten Tag, maar het luidt het wel zieligheid. Don't mind it, Nord. Oeh. Varkens, alles. Ik ben lekker even vlees aan het halen hier zo. Lekker even vlees aan het halen hier? Ja. En leather. Halen. Was mijn ex al eens kapot? Wat? Ja, eventjes tools maken. Ja. Exposed. Even een achievementje. Hoppakee. Hot topic. Hot topic. En dan wil ik eventjes getting an update. Oké, gaan we naar huis. I'm coming home. I'm coming home. Tell the Minecraft world I'm coming home. Hey, Minecraft. Ja. No, it's true. He's coming home. De tijd. Zo, ik heb echt lekker veel voedsel. Daar ben ik blij mee. Heb ik bij de Lidl gekocht. Bij de Lidl? Bij de Lidl. Wat? De Lidl. Heb ik bij de Lidl gekocht. Nee, beter hè. Wat de neus is een Lidl?
Kent u dat kent niet? Kent u dat niet? De Lidl. De Lidl light hoor. Ja, Lidl. Een dolf eventjes aan het verbranden. Oh, nou, ik ben poisoned. Voel ze voor Lidl, ik ga af naar AC Tion. Die is beter, hè? AC Tion, ja, dat is een schoenenwinkel. Wat is schoenenwinkel? Schoenenwinkel? Hier. Je bent gewoon één grote scapino. Nee, 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 wacht, stop, stop. Glas. Hold it there. Citizens. Als ik iets wil hebben, is glas. Goed, oud, gezond glas. Gezond nog wel. What's up, Doc? You're gonna die, Doc. What's up, Doc? Nou, alsjeblieft dan. Oh, dat is een watch store of zoiets. Ja, dat is een observation deck. Kijk, dan kun je mooi iedereen in gaten houden. Voel me bekeken nu al. Hey, hou mij in de gaten. Hallo, hey, hallo, hey, hallo, hey. Hi, hi, hi. Ja, als ik iets moet hebben is gewoon glazen. Dan kun je ik wil naar binnen! Ik wil naar binnen! Binnen in je hart, binnen in je ziel! Ik dacht dat er een Enderman binnen stond. Ik dacht dat er een Enderman voor een seconde binnen stond. Lekker veel vlees, jongens. Er staat er hier al eentje. Oh, 25 raw beef. Ik heb voedsel nodig. You want beef with me, bro? Yeah, give me your beef, pal. Yes, kijk. Zit in de furnace. Observation deck. Zit in de furnace. In de furnace. Ik heb trouwens ook even leather. Ik ga even arrows maken. Arrows. Flint, volgens mij was dit de goede volgorde. Flint, stones. Ja. Oh, wacht. Nee, niet weggooien. Ik heb weer niet genoeg hout hoor. Echt weer een handdoek. Als iemand ijzer over hebt, ik heb zo'n handdoek hout. Ik kan de link niet leggen. Nee. Nee, ik niet. Heb je wel eens een houten handdoek gezien? Misschien. Nee. Might be. Why not? Hij is op zoek naar zaad. Slijmzaad. Prachtig. 20 arrows. Daar ben ik blij mee. Heten. Ja. Aan tafel! Zaad is served. Sorry. Ik heb meer hout nodig, dus... Ja, ik ben ook even mijn hout... Hier, de kist. Ik plant hier even... Nee, ik heb andere hout. Zet groene hout, nee. Ik plant hier even wat boompjes. Ver van het huis. Hout. Jongens, als we bomen planten, wel ver van het huis doen. Ja, meneer. Nee, dat heeft te maken met anders gaan de skeletons onder bomen staan. Ja, meneer. Dat is meneer voor jou. Wacht even, wat? Kippenster! Kippenster! Schaapster! Zo, wat gemist? Was je naar de wc? Zeg, ik ben toch kippen. Waarom praat jij? Wat? Huh? Weet je wat? Hey, lava! Ik stond 100% fire, dus. Oh, 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 lava! Een mini huisje gemaakt van 8 stukjes. Allemaal schapen hier nog. Kunnen we gelijk ook even meenemen. Ik vind van niet. Nee. Maar. Ja, als advocaat moet je... Als advocaat moet je nou op Jack of zo. Nee. Want dat is niet in ieder geval, want. Hoeveel bedden hebben we op dit moment? Is er iemand thuis? Eén. Eén. Ik zal hem even bellen. Hallo? Oeh, jackpot. En we hebben een beller. Welkom bij Astro TV. Ik voorspel dat jij als eerste doodgaat. Maar wie belt er? Ja, wie belt mij? Ik voel... Wie is dat aan de telefoon? Blijf kijken. Ik voel dat je bepaalde... Zie, ik heb schapen gevonden. Ik voel dat je erg blokkerig bent. Ja. Kill the sheep. Ik heb lekker veel wol inmiddels. Stuk of 18. Dus daar kunnen we ook wel wat bedden van maken. Ja, ik heb ook weer wol hier. Bruine wol, witte wol. Paarse wol, grijze wol. Destiny af, dat is mijn schaap! Zo. Lava! Hey, kijk nou. So many sheep over here. Oh, hier zit een diep gat. I feel on top of the world. I feel good. Ja. Kan iemand ons een keer remixen? Dit is een oproep. Mensen, jullie daar. Ja, dit is een afroep. Nee, niet afroepen. Nog zo gezegd, geen pommetje.
Je hebt toch zo gezegd, niet afroepen. Zo, ik heb deze planes zijn wel groot, man. Can you explain that? Oké. Okay. Nou, dat is plain simple. Nee, beter, hè? Oeh, dat is gevaarlijk. Jij iron vast? It's a plane in the ass. Ik heb, hoe moet je nog hebben? Jongens, ik heb wol! Heb jongens, leider gekocht? Staat bij het huis! Jongens, het wordt donker! Bij de leider gekocht! We zitten al bijna namelijk, we zitten nu 29 afleveringen in deze minuut. Dus, ik mis het, dat zeg je altijd! Heb je nog drie? Ik heb jou schoenen gegeven. Ja, maar ik heb nog drie nodig. Drie iron. Oh, drie? Drie paar nog schoenen? Ja, drie hier! Paar. Neem jullie ook iron van ons mee? Nee. Tuurlijk. Wauw! Nee, dat was echt verzameld bij home. Ja, kom eraan. Ik heb alleen coming home. Hey, Apple. Kom wel. Coming home. Ik hou bij hem voor de zekerheid. Vijver! Oké. Okay. Sla hem niet. Echt niet. Zo, lekker veel eten, jongen. Nou, eten moet geen probleem meer zijn, lijkt me. Wat zal het eten? Ik wil even zoen. In de kist. Zo. Neem trouwens Flintstones. Oh, wat gebeurt er met mijn beeld? Flintstone, ha die Flintstone, abadabadabadabadu. Sup girls? Zo. Vijf bedden? Zessen. Ja. Oh kijk, dan hebben we genoeg bedden om lekker te slapen zo! Maar ik heb ook nog een. Kijk nou, een open dak. Ja, het komt wel erbij gewerkt. Nee, dat is toch de bedoeling, dan kun je sterren kijken. Ik kan dat blok nou net niet pakken daar. Oh, vijver! 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 Dag! Vijver. Ah oh, nee, dat meen je niet! Vijver. Escaped. Vijver, terug. Jongens, heb je die carrot nog? Ja. Snel die carrot pakken. Ik heb hem al. Oh, je hebt hem al, ja. Ik heb vijver hier, jongens. Hou hem tegen, douw hem. Waarom staat de deur verkeerd om? Jongens, even allemaal weg en laat Destiny maar, want die heeft de wortel. Okay. Ja. Oh. Ja, hij volgt je wel. Je weet hoe je toch moet springen, joh. Zal ik een setje geven? Hier! Oh, sorry. Misschien moet er een laddertje voor maken. Waarom zit er een gat? Okay, oh ja, nou kan je het wel. Dat moet even sorry. Jongens, deur open. Ik koffie je. Ja, Blob hier. Is hij binnen? Ja, hij is binnen. Ga ik even de bedden neerzetten nog. Oké, ik maak eventjes het hekje open voor zo je. Hekjes open. Oh, wacht even. Kan ik misschien? Oké. Nee, dan moet je volledige glasblok hebben. Dat beest moet nog terug. Ja, dan. Jongens! Ja. Snapping van vijven, maar dat. Nou, als hij in huis is, is het toch ook wel oké. Ja, ik duw hem even. Iedereen loopt door elkaar heen. Ja, alle, ja, laten we met z'n allen even duwen. Daar, die kant op. Die kant op. Dit was de eerste aflevering. Heb je leukste momentje? Laat natuurlijk weten. Misschien komt jouw awesome reactie wel op de bal of comments die we waarschijnlijk morgen gaan maken. Volgende week gaan we pas de awesome comments neerzetten. Ja. Want ja, dit is een dubbele opname zoals altijd. Ja. Dus dank jullie wel sowieso voor het kijken. En vergeet niet een like achter te laten voor Fiverr. Voor vandaag. Yes, ja, nice. Daar kan hij overheen. Oh, sorry, ja. Allemaal like voor Fiverr. Ja, like die vijven. Jongens, heel erg bedankt voor deze leuke opname. En wij zien jullie allemaal morgen bij de volgende aflevering, denk ik. Hoop ik. Zal wel goed komen. Doei. Doei.